Dus jij zegt, op onze Utrechtse Heuvelrug wordt er geadviseerd: ga hier maar niet sporten, want de luchtkwaliteit is hier slecht. Ja, matig, Sorry, matig. ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sporten in vieze lucht vermijden. Wat zou je moeten doen? Lekker buiten sporten heeft voor de meeste mensen nog altijd de voorkeur. Helaas is de lucht waarin je dat doet niet altijd even schoon. Welke maatregelen kun je dan het beste nemen? En wat is eigenlijk de impact van luchtvervuiling op je gezondheid en je sportprestatie? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Zo, we gaan er lekker in in seizoen 8. Ja. ja, je kan duidelijk merken dat wij al uh, 148 afleveringen gemaakt hebben. Dus het gaat even niet over uh, vijf tips om sneller te hardlopen. Nee. Na vorige week de door doorgrond te hebben... <laughs> gaan we nu een uh, belangrijk nieuw onderwerp agenderen... waar nog niet zoveel aandacht voor is, begrijp ik. Klopt. En dat is ook de reden om het nu op de agenda te zetten. Ja, hè? Dan ja, dan maar kijk maar even of het hier een beetje goed ventileert en zo... <laughs> Ja, jij Want, zit hier uh, nog uh, gewoon op de bank ja. in onze studio. Uh, wij gaan op zoek naar het antwoord op uh, een aantal vragen. Waarbij ik dan altijd wel stoer, ja, maar wat kan ik hiermee? Nou, daar komen we dan op het einde achter. Maar we gaan even stilstaan bij wat zitten er eigenlijk allemaal voor stoffen. En, en dan zeker ook gevaarlijke ja. stoffen in de lucht. Waar komen die vandaan? Wat doet dat op je lichaam en vooral op je sportprestatie? En dan dus bij die praktische tips op het einde. Wat moeten wij hier nou mee als sporter? Moeten wij hier iets mee? En zo ja, wat? Ja. Wat is de aanleiding dat we het hier vandaag over hebben? De aanleiding is ik schrijf uh, af en toe uh, ook voor topsport topics. Dan ja, we... jij bent uh, journalist. Ja. Topsport uh, topics, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk uh, onderdeel van het kenniscentrum sport. En dit is specifiek uh, een, een clubje van een aantal uh, mensen die coaches ondersteunen. Ja. Uh, met name door, nou ja, ze krijgen of uh, echt specifieke vragen waarin zij in de wetenschappelijke Het literatuur dat. Ja, ja, gaan, ja, gaan ja. kijken van wat is er bekend over dit. Aan de andere kant hebben ze ook een website waarin ze eigenlijk een aantal recente studies mits relevant voor uh, topsporters, voor coaches, uh, samenvatten. Ja, en, uh, en een ik, beetje zo in ja, hapklare taal uh, neerzetten. Ja. En eentje daarvan, uh, die heb ik samengevat. En die ging, dat uh, uh, is een position statement... Even, is dit dan een, een proactieve kennis vanuit het kenniscentrum? Of was dit een vraag van een coach of atletengroep? Dit is proactief, inderdaad. Okay, okay. Ja. Dus want er is een nieuw position statement? Ja, van van Canadese onderzoekers. Okay. Die vonden het is tijd worden van... En dan natuurlijk wordt al snel gedacht aan uh, Olympische Spelen, WK's... die op de meest uh, uh, vreemde, bizarre plekken worden gehouden. Denk Zoals? aan Qatar. Ja, midden in de woestijn, ja, 50 graden. Denk aan Tokio Olympische Spelen... Uh, ja, en er wordt altijd gewaarschuwd, of hier was het, oeh, bloody hot. Dus uh, uh, ja. nou, nou, hou daar rekening mee. vlak voor de zomervakantie uh, de Nederlandse sportbonden al wat ja. ongevraagd advies gegeven over hoe wij vinden dat zij met hitteprotocollen ja. om moeten gaan. Ik begrijp dat we hier vandaag wellicht wat suggesties hebben over hoe we met luchtverwarming Ja, wellicht. Om gaan. Alleen we zijn denk ik. Uh, te, uh, uh, Misschien al een spoiler. Dit gaat echt wel om gewaarwording. Meer dan uh, dat je al meteen gaat zeggen... O oh jee, we moeten hier maatregelen op gaan nemen. Maar ik ben benieuwd wat er in de toekomst gaat gebeuren. Oké. Okay. Want uh, het is in ieder geval uh, vooralsnog iets van... Uh, nou, better safe than sorry. Dus ja. de, vermijd echt vuile lucht. Ja. Ik moest wel even nog uh, denken. Eigenlijk, uh, leuk haakje. Vond ik wel jou onze uh, uilentorenloop. Ja in, in leer uh, op Het was niet. Sowieso. Nou ja, we dachten en toen het was, dat het heet was. Drie weken ja. later was het nog veel heter. Maar en het was stoffig. Het was enorm stoffig. En ik hoorde dus mensen die na afloop zeiden: het was wel zwaar. En ja. dat was uh, de combinatie van het parcours. Ja, het het stof, was. Uh, 3 juni 2023 had het weken ja. niet geregend. We hadden een nat voorjaar, maar het had inderdaad vier weken niet geregend. Dat betekent dat de paden werden mul. En je merkte al als je daar wandelde. Maar ja. zeker als je daar met een paalman ging hardlopen. Zag je zo in de zonnestralen precies. de stofwolk omhoog ja, komen? En aan de kant, andere kant, het was wel uh, deels in het groen. Hè? Dat is dan wel ja. meer positief. Maar ik weet nog dat ik s'avonds uh, onder de douche stond. Uh, Zwart. Uh, en mijn sokken in eerst uittrok. En denk ik: wow, dat had een hoop uh, stof gehapt in ieder geval. Ja. Ja. Wat mogelijk ook natuurlijk. Uh, in jouw longen uh, terecht ja, is precies. gekomen. Nou ja, dus dat is misschien wel iets. Geen idee hoe kwalijk en of dat kwalijk was. Maar dat zet je, omdat ik dat stuk misschien destijds mee bezig was, wel aan het denken. Ja. Uh, nou ja, goed. Want, want bij, laten we bij het begin beginnen. Ja. Welke verontreinigde stoffen zitten er in de lucht, waarvan ja, niet in zijn algemeen, je hoeft geen compleet ja. overzicht te geven, maar welke zijn relevant in het in het kader van buitensporten ja. nou, inspannen. Dan, dan, de wereldgezondheidsorganisatie die is hier al lang mee bezig en die hebben een aantal uh, stoffen inderdaad gedefinieerd waarvan ook voldoende medische kennis eigenlijk is dat ze met voor de, gez, de, de, uh, de, gezondheid. de, de gezondheid een negatieve impact hebben. Nou, fijnstof ja. is er één van. Maar bij de uitdoorloop, daar was geen fijnstof. Hè? Want dan zag je gewoon in de, in de lucht. Hangen. Ja, dat was, dat was gewoon, gewoon grof stof. Nou ja, maar je, ja, als je fijnstof een beetje be de, Het is vaak nog een beetje. Uh, wat maar is het precies... is zo, als er grof stof is, dan is er ook fijnstof. Ja, toch? Het zijn, ja. precies. Ja. Het zijn natuurlijk partikels. Ja. Vast, deels uh, vloeibaar. Die kunnen allerlei uh, vormen hebben. Nee, hè? want even, even serieus, is, ik heb, wij wonen op het Utrechtse Heuvelrug Nationaal Park. Ik heb wel ook wel eens gelezen dat mensen maken zich zorgen maken over industrie en fabrieken. Ja. Maar dat hier rondom die bomen, die bossen, hè, dan noem je het opeens pollen. Maar er is nergens ja. meer fijnstof dan hier. Hè? Nee, precies. Pollen horen daar ook weer ja. onder, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, ja. Nou, we hebben ooit een aflevering over hooikoorts gehad. Ja. Maar goed, uh, we, we kennen natuurlijk ozon. Ja. Dat is de tweede. De derde is de stikstofoxide. Uh, ja. Nou, bekend ook wel, hè? De zwaveloxide, koolmonoxide. Van de Ja. En uh, de laatste zijn de vluchtige organische stoffen. Ja. Zijn dit in de basis allemaal gewoon gassen die in ons zuurstofmengsel zitten, toch? Of niet? In de lucht zitten, ja, ik denk alleen de koolmonoxide, ja, nou ja, dan, dan ga je uit van onvoldoende of slechte verbranding ergens ja? uh, met name. En die vluchtige uh, organische stoffen, ja, dan ga je toch met benzine zitten klooien of met... Ja, uh, okay, moet je erop. ook niet hebben. Dat is in feite wat ja. je ruikt bij een benzinestation. Ja, precies. Ja, ik denk, je denk niet meteen dat door, dat... Je door, dit is niet goed. Van die dampen en de dus sommige, nou, je noemt dat, kun je wel ruiken. Ja. En bij anderen heb je geen flauwe nul. Nee. En, een beetje te, ja, en ze hebben allemaal natuurlijk de ene wat specifieker uh, effecten op gezondheid of in ieder ja, geval Dat is wat we natuurlijk willen weten. Ja. Niet dat ze bestaan, maar wat, wat betekent het voor de sporten? Nou sporter. ja, volgens de WHO, ik heb dat van een paar jaar geleden nog eens opgezocht. Ruim 3 miljoen doden per jaar, nou ja, wereldwijd, door luchtverontreiniging, denk je natuurlijk, sneller aan landen als India of uh, die hoek. Um, omdat ze dat inmiddels door epidemiologische dus kun je wel een beetje aangeven van, oké, okay, wat is nou ja, sec genomen als je puur kijkt naar vuile lucht op gezondheid. Nou, wat er gebeurt, die deeltjes, jij noemt het al, die komen uh, veelal uh, adem je ze in. Mm -hmm. En dan kan je twee kanten op, of de enerzijds gaat je lichaam zeggen: Ik moet dat spul niet, en uh, wegwezen ermee, en. Uh, uh, verwijdert het weer. Ja. Aan de andere kant, en dat zie je vaak met die, uh, die fijnstof, hoe fijner die stofjes zijn, zijn er verschillende gradaties daarin. Ja, dan komen ze dieper in de longen. Nou, kunnen daar een ontsteking geven, irritatie geven van de luchtwegen en kunnen uiteindelijk gewoon opgenomen worden. Ja, in, gewoon uh, door in, de longen heen in ja, je bloed. In je bloed. Ja, nou, en daar komen ze terecht in of het hart of je hersenen, noem maar op, geeft ontstekingsreacties. En kunnen daar op de lange termijn uh, kwalijke gevolgen hebben. Dus je denkt al vaak gewoon aan sowieso astma en uh, bronchitis en ademhalingswegen problemen. Mm -hmm. uh, nou, waar je op de lange termijn kan je daar ook natuurlijk wel aan, aan sterven, aan doodgaan. Aan de andere kant heb je de hartaanvallen. Uh, beroertes, dus nou ja. veroorzaakt door ja. verontreinigde lucht. Ja, of een bijdrage leveren aan. Ik vind dat altijd lastig. Ik denk wel dat in modellen, diermodellen, daadwerkelijk een kausaal verband kan worden gevonden. Ja, je moet je maar voorstellen als een ontsteking. Ja, nou ja, je, bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar een, een plak, uh, heb je natuurlijk een een een. een uh, in je aderen bedoel je nu? Ja, je, ja? je ja. ader die uh, langzaam dicht slippen. Ja. Dat, dat begint vaak met een ontstekingsreactie. Waar dan uh, extra uh, bloedcellen aan gaan plakken. Maar een afzetting komt of zo. Ja. Die kunnen natuurlijk losschieten. En dan komt er weer een hersenen terecht. Dus ik bedoel, dat zijn toch stoffen die uh, op die manier hun bijdrage kunnen ja. leveren. Dit zijn wel zogenaamde slow killers. Toch? Hè? Uh, dit, ja. dit, dit is een gezondheidsachteruitgang waar je niet Klopt. zoveel van merkt. Nee. Nee. We hebben het inderdaad wel eens gehad over hooikoorts. We hebben het ook wel eens rondom de dopingspecials gehad. Over al die sporters die aan de astma. Ja. Puffjes zitten, ja. al dan niet als een soort doping, ja. al dan niet. Toen kan ik me herinneren, kwam al naar voren dat een, toen kwam dit onderwerp al soort van aan bod, omdat je zei: Veel duursporters, bijvoorbeeld wielrenners uh, of ook hardlopers, zijn dus heel veel uren buiten, mm -hmm. zijn heel veel uren dan aan het hijgen ja. en krijgen heel veel schadelijke stoffen binnen, waardoor die astma getriggerd wordt. Ja. Ja. Heb jij in voorbereiding op dit stuk daar iets van cijfers van gevonden of incidentie? Hoe, hoeveel, hoe vaak komt dit voor? Wanneer? Hoeveel uur moet ik buiten zitten? Nee, ja. Dus dat zijn eigenlijk twee. Vroeger was het gewoon in zijn algemeenheid. Dus koude lucht of warme lucht is tegenwoordig ook wel bekend. Maar inderdaad, duursporters die gewoon. Maar dan ga je uit gewoon van lucht, gezonde lucht inademen. Ja. Ja. Hier bovenop heb je natuurlijk nu het aspect van stel dat daar nog een van deze stoffen in zitten. Ja, in hoeverre triggert dat. Nou, we weten in ieder geval wel een aantal stoffen dat dat acuut die irritatie en uh, verhoogd risico geeft op. Ja, ik denk dat het echt nog wel in de kinderschoenen staat. Uh, omdat deze dingen ook heel veel interactie met elkaar hebben. Ze zijn behoorlijk reactief. Deze verschillende stoffen. Ja, ik weet bijvoorbeeld stikstofoxide. Die kunnen juist weer, zijn weer een voorloper van ozon. En als dat ozon gaat reageren, volgens mij, met ammoniak, dan wordt het fijnstof. Dus het is, ja, je kan natuurlijk in lab settings zeggen: Oké, okay, uh, ik zet iemand bij wijze van spreken op een loopband. en ik laat hem. en die software daar zijn wat studies gedaan. Ik laat hem uh, bijvoorbeeld uh, dieseldampen. Uh, uh, geef ik Poeh. mee. In, ja, nou ja, het, ik zeg je wel eens: dat lijkt me een leuke studie. Ja. Dit lijkt me niet zo'n nee, leuke studie. Nou ja, maar goed, hij is wel. Uh, om me maar meteen in door te gaan. Hij is wel gedaan. Ja. Nou, en wat ze dan vinden is dat juist bij lage intensiteit inspanning. De, nou de, RPA RPE omhoog gaat, dus ja het dus voelt het voelt, niet voelt fijn. zwaarder, ja. uh, de ademnietvolume, dus de ademhaar gaat omhoog, ja. de uh, zuurstofconsumptie gaat omhoog, zuurstofopname, CO2 ook. Uh, gek genoeg vinden ze dan bij hoge intensiteit dan weer niet, dat dat al genormaliseerd lijkt, okay. alsof het lichaam dan toch kiest van ja, maar ik wil hier gewoon uh, wel uh, mijn inspanning leveren. Ja. Maar dus de... dus even dat vertalen naar de praktijk van jou en mij. Als wij in vervuilde lucht gaan hardlopen, hebben we daarbij een rustig tempo meer last van. In dit, dit geval. In, nou ja, op de, maar, basis van de uitkomst van deze ja, studie. Dan als we zouden gaan sprinten. Ja. Er zijn eigenlijk nu. Je kan twee, aan de ene kant zeggen. Of ja, het is kwalijk. Mm -hmm. het is, je wil het vermijden. Het is slecht voor de prestatie en slecht voor de gezondheid. Op lange termijn, I in ieder geval. Ja. ja. En dan weten we, nou, de gezondheid is duidelijk. Alleen dan specifiek hoe het zit met, met sporters. En dan met name topatleten ging het hier natuurlijk om. Ze, ja, dat weten we eigenlijk niet goed. Want er is natuurlijk ook een stroming die laat zien dat, in ieder geval, ja, nou ja mild sporten altijd goed is. Hè, ja, voor elke. Nou, ja, want dat is de volgende de vraag. En dit vind ik ook het enge wat in deze aflevering begint te sluipen. Ja, want je zou daar ja. kunnen gaan adviseren. Oeh. Jurgen Gerrit, alle UATTS ja. en alle leuke duurzame ga maar niet uh, 29 ja. oktober in etten de Brabant Marathon doen, want dan zijn jullie veel te veel uren buiten aan het hardlopen ja. en dat is heel gevaarlijk. Je moet lekker binnen blijven en niet naar buiten. Ja. Dat lijkt me niet het goede nee. advies. En uh, gelukkig is dat ook niet. Dan Kijk, je meer naar de epidemiologische studies, waar ze gewoon mensen, grote groepen hebben gewoon geturfd. Oké. Okay. Jij sport wel, jij sport 10 niet. 10 of 20 jaar gevolgd ja. van, nou, hoeveel gaan er dood? Ja. En dat dan correleren of uh, ja, terugkijken van hoeveel nou, heb jij gesport. En daarbij meegenomen in wat voor omgeving uh, leef jij... Mm. wat betreft uh, de kwaliteit van de lucht. Ja. En daar komen ze eigenlijk naar voren dat die relatie... De, het uh, beschermde effect van inspannen, van sporten... op een langere uh, levensduur ja, en ja. langere uh, gezonde jaren... Dat dat op zich, uh, ja, dat is gewoon minder als jij in ongezonde lucht leeft, zeg ja, maar. Gewoon zijn ja, genomen, dan ja, ga je eerder ja, dood. Ja, ja. Ja. Maar nog steeds is het beschermde effect van blijven sporten Groter. net zo groot. Ja, dan, precies. Dus, ja, ja, ja. dus het gaat hier om de orde van grootte van effecten. Ja. Dus ja, wat we hier aanhangig maken, sporten in slechte luchtkwaliteit is ongezond, slecht voor je prestatie. Ja. Maar die ongezondheid weegt niet op tegen de gezondheidsvoordelen Precies. van wel degelijk actief ja. en sporten zijn. Maar dat is gewoon de gemiddelde bevolking die pakken een nou ja, misschien tussen de 2 tot 6 tot uur sport. Ja. Of uh, nou ja, ja. Maar. De, de echte memmels of de ja, rijke ja, 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 ja. sporten. Maar topsporters zeggen ze, ja, die, ja, die willen wel eens uh, hun uh, trainingsvolume behoorlijk opschroeven. Ja, die zijn misschien wel 20 tot 30 uur buiten. <laughs> Daarbij hoge intensiteit, dus die ademhaling flink opjagen, et cetera. Ja, wat is dan wijsheid? En dan is het in dit position statement, zeggen ze nou, dan wat ons betreft is de wijsheid bij deze. Even een cliffhanger, vertel ons zo wat het is. Wat is een position statement? Ja, ik moest het ook in een standpuntsbepaling, een beetje van. Uh... Dus een soort maatschappelijk advies of zo, ja. wat die wetenschappers geven. Ja. En aan de hand van, uh, ze hebben ook interviews veel gehouden met een aantal experts op dit gebied en ze hebben de, de, de studies data op bij elkaar ja. Bij, ja. en dan zeggen ze: oké. Okay, het is dus een beetje naar organisaties, inderdaad, denk ik, van wedstrijden, naar coaches, naar atleten zelf. Nou, uh, stel dat jij, uh, nou ja, goed, uh, in een omgeving woont waar okay, data er industrie is of datastiel datastil zit of er zijn veel bosbranden. Dus het zijn eigenlijk veel... hele verstandige, uh, verantwoordelijke wetenschappers ja. die zeggen, wij maken niet alleen een, een paper waarin we zeggen, dit hebben we gevonden, maar ze doen daar een precision statement ja. bij waarvan ze zeggen, wij vinden dat dit het beleid moet worden op basis van onze bevindingen. Ja. Wat zeggen ze? Nou, wat zeggen zij dan? Dan is het dan inderdaad van, uh, als het kan, vermijden. Die uh, Wat? Ja, Viese de, lucht. De vieze lucht. Ja, de... Ja, maar, en dan gaat het natuurlijk om. Je hebt allerlei normen, et cetera. En je kan dat monitoren. En dat vind ik wel interessant. Want ik heb een aantal uh, sites gevonden mm -hmm. hè, en, uh, in Nederland. Ik zet ze wel in de show notes. Ah, ik heb de afgelopen dagen eens even gecheckt. Dan schrik je wel even. Denk je, die heuvelrug van ons. Ja, uh, ja dan komt die op geel uit. En dat is matige uh, kwaliteit. Dan denken we. Hé? matig, dat vinden we een beetje. Of en daar staat er zelfs de opmerking ook, vooral als je dan de site van het longfonds bijvoorbeeld kijkt. Ja. Nou, uh, liever vermijden, ga niet naar buiten, maar dat gaat natuurlijk wel met name mensen die al astmatisch zijn. Of COPD of uh, ja, dat is precies. Het. Wacht even, dus jij zegt dat op onze Utrechtse heuvelrug wordt er eigenlijk, eigenlijk als ja. we het extreem doortrekken, geadviseerd. Ga hier maar niet sporten, want de luchtkwaliteit is hier slecht. Ik vind, nou ja... De, matig, ja, dat, matig, ja, matig, matig, ja. Want als je nog even kijkt... Want in andere delen van Nederland, hè, als ik in de Rotterdam uh, Centrum ja, een marathon nou, ga alleen lopen... Maar, ik heb ooit zo'n stuk geschreven, echt lang geleden, over die stikstofoxide destijds rondom dat dieselgate gebeuren. En ja. dan zie je nog steeds langs de snelwegen. Ja, dat, eigenlijk als je gewoon de, die, die, die... Dus dat, dit is niet de stik. Alle stikstof. Even nee. Voor, dit is uh, niet de stikstof waar het over gaat, nee, bij de boeren en de bouw. Maar puur de stikstof. Ja, dat is, Kijk, daar heb je het al. De stikstof wordt dan weer omgezet in uh, NO2 of NO3. Ammoniak heb je mm. natuurlijk. Nou, mm. dit is puur de NO2. En dat, uh, nou, als je dat plaatje. Bovenop eigenlijk het wegennet van, ja. van Nederland legt, ja, dan, dan, dan zie je, zie je eigenlijk gewoon de wegen. Helemaal terug. Ja. En is het dan die A12 die dwars over de Utrechtse Heuvelrug loopt, die ons de das omdoet? Of dat kan dat dat ik zo zeggen, ik zeggen, jij, hebt, nee, jij nee, brengt nee, nu is... hierin Utrechtse Heuvelrug was matig. Ja. Waren er stukken in Nederland die de afgelopen weken wel groen waren? Of ik, was heel Nederland matig? Ik heb niet goed matig? gekeken, ik zoom me in op eigenlijk onze regio. Ja, uh, nee, ik vond het eigenlijk denk ik behoorlijk geel allemaal. En, uh, maar ja, maar nogmaals, Kan dus ook aan het weer liggen. Ja, de, zeker. Ozon bijvoorbeeld, ja. dat is echt gerelateerd aan buitentemperatuur. Oké. Okay. Uh, en dat is gewoon een gegeven dat hoe warmer het buiten wordt, hoe meer ozon wordt geproduceerd. Dus je kan ook bij die kaartjes nog weer inzoomen, al gehele luchtkwaliteit, maar ook voor Specifieke fijnstof, stoffen, ja. oons, ozon, et cetera. En nog even die schaal, dan moet je maar, ik vind het leuk, uh, of ik nodig iedereen uit zelf maar eens te kijken in de omgeving waar zij wonen. Uh, de schaal is natuurlijk blauw, is volgens mij is goed. Ja. Dan geel en dan oranje en dan rood en dan dieprood. Mm. Ja, je eigenlijk zit je, als je kijkt van de schaal van, van, van 0 tot 5, zit je nog op nou 3,5, 4. Ja, ja. dat noemen ze dan matig of noem maar op. Maar, ja. dus ik ben benieuwd. Ik ben, ik ga dat even goed bijhouden de komende tijd. Wanneer we echt eens naar buiten kunnen volgens deze dingen. Zij zijn vrij streng natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon die. Uh, ja, nou ja, ja je is gewoon... zegt natuurlijk. Ik zit actief met jou mee te denken. In die vorige aflevering, die nabeschouwing van Zebolde, ja. hadden we het over betutteling. Mm -hmm. Neigt dit hier ook niet naar? Misschien wel. Uh, het is gewoon, zeg, als je wetenschappelijke data bekijkt, wetenschappelijk onderzoek, die zeggen, er gaan, uh, uh, hoeveel kost nou de lucht, vervuilde lucht, ja. aan levensjaren in de Nederland? Is dat. Nou ja, één jaar, dertien maanden. Ja. Zoiets is een ja. beetje de schatting. Ja. Negen maanden aan fijnstof, en dan uh, volgens mij de stikstof nog drie maanden. Nou ja. Ja, ja, ja. Aan de andere kant, als je kijkt, de laatste twintig, dertig jaar. Is de lucht zoveel schoner geworden in Nederland? Ja, Al die... toch? Ja, ja. Dus zij zeggen en ook... het water en de kanalen. Ik zag toevallig van het weekend een ja. de krant over. Dus zij zeggen eigenlijk verbeteringen van de lucht. Ja. daardoor heb je misschien twee of drie jaar er weer bijgekregen. Aha. Dus je moet het, ja, helaas, allemaal weer. In, ja, uh, nou, en dat was wel een en beetje mijn, mijn, mijn vrees voor deze ja. aflevering. Ik vind het belangrijk onderwerp, ik vind het tof dat jij dit artikel ja. hebt geschreven. Maar ik ben als Memmel dan wel aan ja. het zoeken, uh, of als topsporter vind ik ook interessant. Maar wat is dan het advies? Want mm -hmm. ik kan mijn leefomgeving niet zomaar veranderen, Ik kan niet zomaar ja. verhuizen. Ja. Uh, ik kan het enige keuze die ik heb is wel gaan sporten buiten of niet gaan sporten. Ja. Ja. Uh, of zit daar nog iets tussenin? Wat, wat zijn praktische ja, dingen die je kan doen? Ja op basis van dit inzicht? Nou, een paar dingen die zij dan... maar dit gaat nogmaals een topatleten zeggen... dus liever vermijden. Nou, als dat niet lukt... ochtends sporten. Oké. Okay. Want vanwege die ozon... die, uh, die zich Aha, eigenlijk... Ah, die, die wordt in de nacht afgebroken. Ja, dat zie je eigenlijk ook op de plaatjes... als je hier inderdaad inzoomt... Uh, op de luchtkwaliteit. Andere dus is... In dus de, in de ochtend... is één van die diverse gevaarlijke stoffen... die jij noemde, in dit geval ozon... Ja. is nog niet zoveel aanwezig Precies. in de lucht. ja. Dus en dan... Kan je natuurlijk, als je in de buurt woont van een, uh, een snelweg of noem maar op, kun je ook nadenken. Ja, de, die ochtendspits of avondspits. Ja, ja. Het zijn een beetje trivialiteiten Het algemene ergens, principe maar... is natuurlijk, in de nacht is de maatschappij. Ja. komt tot rust en daarmee wordt ook de lucht, ja. de, de, de rotzooi uit de lucht, daalt. Dus neer. gerust in de avondsporten. Nu we ook weten dat dat toch geen invloed heeft op uh, je nachtrust. Ja, die aflevering hebben we gemaakt. Ja. Maar ja. we zeggen dus nu eigenlijk wel in de. Nee, niet in ja. de avondsporten. In de nacht. Nou, of uh, ja. in, de, in, de, in de ochtend. Ja. Ah, maar ja, goed. Daarmee denk ik juist rond niet midden op het uh, middaguur. Of uh, het andere is, ja, als er groen is in de buurt, probeer dat op te zoeken. Nou, dat is bij ons wel, wel makkelijk. Maar in het geval van een park of noem maar op. Aan de andere kant. Waar, waarom? Omdat eigenlijk dat, dat dan toch daar de lucht altijd schoner is, ondanks uh, dat daar wel al die pollen, fijnstof en ja, van al die planten ja, rond uh, het ja, ja, ja. Nou, het is sowieso koeler. En, uh, maar nee, daadwerkelijk. De, ja, ja, dus het ja. groen filtert en Omdat, zuivert de lucht. Ja, wat zijn dan toch de bronnen? Als je dat optelsom van nou, industrie, uh, uh, verkeer, wegverkeer, ja, landbouw, moeten we er ook maar bij noemen. Uh, en dus gewoon ozon gewoon ja. vanuit de atmosfeer. Precies. Ja. Um, nou ja, en je hebt bijvoorbeeld, nou ja, een beetje voor de schaatsers. Uh, die binnen willen schaatsen, die Zambonis die dwelmachines, die, ja. uh, die willen nog ja, fijnstof, stikstofoxide en koolmonoxide uh, oh ja? uitstoten. Ja, ja binnen logisch denk ik. Chlor. Uh, nou ja, je, staat daar, je weet ervan, maar je staat er niet zo bij stil. Maar dat zijn allemaal, ik denk wel de mensen, de luisteraars, die uh, hier misschien van uh, astma hebben of uh, okay. voor daarvoor zijn. Dus dat je dat allemaal praktische wil, tips. Als het even kan, ga in de ochtend ja. om die ozon te vermijden en eventueel die ja. auto-uitgassen. Ja. Als het even kan, ga naar het groen. Ja. Heb je misschien last van je hooikoorts en je pollen, maar die bladeren en het groen filtert ook. Kijk, Als je gaat zwemmen of schaatsen, doe het op een openlucht schaatsbaan en het bosbad in Leersum, het Ligt. mooiste bosbad ja. van ja. Uh, Nederland. Nou ja, en ja. kijk dan dus, monitor, kijk op die monitors die ik uh, in de show notes zet van wat de luchtkwaliteit nou precies is. Want. Nou ja. Kijk, ga dan niet. Man, stel dat het echt slecht is. Nu was ja. het nog matig. Ja. ja. Ga dan niet of ga binnen, wordt gezegd. Toch weer binnen. Want dan, dan zeggen ze, nou, het goed geventileerd en uh, goed gefilterde lucht. Dan zeggen ze, ja, dan is het echt niet verkeerd om er af en toe, in ieder geval voor topatleten, om te zeggen, nou, ik ga gewoon binnen sporten. Echt waar? Ja, apart, hè? Ja, vind ik wel apart. Ja. ja. Nou ja, dat zijn. Omdat de... je dan zegt, dan ga je in een geconditioneerde omgeving. Ja. Ook die airco's en al die luchtinstallaties worden steeds slimmer. Die hebben steeds ja. meer filters erop. Ja. En dan ga je dus maar Terwijl het lekker zomer is. Ja, ja. Zitten Zwifte in je ge-airconditioned. Ja, uh, ja. trainingshok. Ja, wij moeten er even aan wennen. Ik weet het. Uh, er wordt het staat wel... echt wel haaks op waarom ik sport. Ja. ja. Maar ik ja, ben okay. ook geen topsporter. Nee, maar ja, goed. Nee. Ik, uh, ja, 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 je moet ook bij dingen uh, bijleren, denk ik. Of in ieder geval bewust <laughs> ja, van worden. Nou, of ja, en uh, nogmaals. en grootheden tegen elkaar afwegen. Ja. Hè, want dit is wat antwoord. jij terecht zegt. Dit is een artikel voor topsport topics. Ja. Dit gaat dus voor mensen die. Kosten wat kost, heel veel ja. willen sporten. Ik heb wel, want dat heb ik denk mijn hele leven al. Ik heb natuurlijk hooi-koorts. Ja, ik dat, denk ik, soms. Want dit seizoen heb ik er amper last van. Maar ik ken wel als het en warm is, met name, dat ik gewoon een beetje, ja, meteen op mijn ademhaling sla. Een beetje kortademig, een beetje. Het is nog niet dat ik met, met uh, piepende. Uh, ademhaling krijg voor de nee. piepende longen, nee. maar wel meteen, en ik denk achteraf, denk ik, ja, dat moet gewoon hier mee te maken hebben. En dan? Hebben, waarschijnlijk. Wat ga je en dan, dan voor praktische nee, implicaties dat, dat, Nee, nee dan vind ik vervelend. Dan ga ik, ja, dan sowieso mijn RPA gaat omhoog, dus dan ga ik wel ja. mijn tempo indimmen. Even uh, wat, wat afzwakken. Ja. Nog even als jij... Uh, dus ja, ik vind het. Nou ja, goed. Ik neem het mee, maar ik zie mezelf ook niet kiezen voor, voor binnen. Nou ja, tenzij er een of een grote bosbrand gaande is, ah, ja, helaas. Lekker. Ja, goed, goede uitzonderingssituatie. Ja, weet je voorzonder. dat, toch? Ja. Kijk, ja, uh, sluit deuren en ramen. Ja, als dat het advies is, is dan wel dan de. Je beter binnen sporten. Ja, stel je in een sportschool gaat. Kijk uit voor al die, want er hangen allemaal van die desinflectanten en ja, 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 noem maar op. Ja, ja, ja. ja, daar zitten dus kan kunnen van die vluchtige organische stoffen in zitten. Ja? ja, dat uh, heb ik gelezen, heb ik weer geleerd. Van, uh, dat, maar dat wat moet ik dan concreet doen in de sportschool? Daarbij, ja, niet overdreven, denk niet ik. Niet de hele tijd dat spul erop smeren. En, uh, ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee, en het andere is, nou, mondkapjes. Als je ze dan toch nog wil dragen. Niet zozeer tijdens sporten, maar voorafgaand aan een wedstrijd of noem maar op. Oh, Kijk, ja? die topatleten kunnen soms niet uh, kiezen van uh, dat ze in, uh, in Tokio of bij een drukke stad... Parijs uh, straks, ja, hè? Olympische ja, Spelen. Ja. Nou ja, en, uh, in die zin wordt dan gezegd, uh, doe een goed filter op zo'n... Uh, en 95 heet het bijvoorbeeld. Ja, ik weet het niet. Of, uh, maar het ja, ja, uh, concrete advies FB5 voor topsporters is... ga maar met mondkapjes lopen. We zagen het ja. nu rondom de Giro en nou, de Tour in 2023 zeker? ook weer komen. Ja. En dat heeft dan... En er was, was half corona, ja. maar dat is dus ook een beetje... We hebben daar natuurlijk voor COVID lachten wij erom. Hè? Maar ja. in China zag was, je natuurlijk al veel meer. Al Die mensen heel, in de uh, metro, ja. grote steden, rondom Smok. Gewoon mondkapje op. Ja. Is dat dan echt zinvol? Ja, dat is echt zinvol, of ja, uit het oogpunt van uh, wil, jij, om, om, wil jij vermijden dat jij onnodig eigenlijk uh, vervuilende stoffen of uh, schadelijke stoffen binnenkrijgt? Ja, ik moet zeggen, in die COVID-jaren was ik er op een gegeven moment wel aan gewend. Vond ik het allemaal niet meer zo vervelend, ja. maar het is wel vreemd. En ik kan me ook herinneren van toen: het is ook een heel erg sociaal ding. Ja, als, nee, als iedereen absoluut. er een op ja. heeft, dan doe je het. Als niemand er een op heeft en je doet als enige zo'n kappie op. Ja. ja, ik vind het raar voelen. Zal wel aan mij liggen. Ja, maar ik denk dus wel dat wij veel in de topsportwereld... Ja, is het al wat met dit soort maatregelen, bij die grote wielwedstrijden. Ja, ik denk dat we het steeds vaker blijven zien of, of zullen zien. Ja, kijk, uh, nou ja. Maar ja. goed, dat is in ieder geval een tip van... Uh, Vanuit het blad. Ja. Ja. Hey, tot slot, uh, onderaan jouw artikel, wat ik ook een beetje meegescand heb, staan er nog wat mitigerende maatregelen. Je ja. kunnen nog wat dingen slikken. Ja, nee zeker. Je denkt van, uh, nou goed, uh, uh, misschien uit voorzorg gewoon astma medicatie. Of juist, maar dat staat uh, op de dopinglijst, toch? Ja, maar daar kan je wel uh, uitzondering voor krijgen. Ja, en, uh, moet uh, je wel astma hebben. Maar als jij. Nou nee, je kan die puffjes, dat, uh, dat hoeft niet per se. Hè? Ja, als je zolang je puffjes neemt binnen een bepaalde dosis, ja, Froome ging daar nou toen vet overheen. Volgens mij mag dat uh, tegenwoordig nog steeds, maar zij zeggen eigenlijk daar, uh, nee, we niks aanpassen aan en ook niet uit voorzorg mee uh, veranderen of nemen die, uh, die medicatie. Dus dat zijn eigenlijk die luchtwegverwijders en uh, eventueel, nou wat zij vaak nemen, die corticosteroïde-achtige, die ontstekingsremmers. Zeg, zeg jij nou dat dat is toegestaan? Ja. Ik meen dat je niet voor alles, je moet voor sommige wel. Zit het nou niet de risico, attest? Jurgen, dat ik als, als memmel die het in alle gaten begint te zoeken. dat ik nu een pufje ga? Ah. Nee, nee, want ik, bij deze zeg ik uh, van dat wordt helemaal niet aangeraden waarom je dat moet doen. Oh, juist niet. Nee. nee. Ook al nee, mag het wel. Het mag, ja, ik zit nou even te twijgen. Volgens mij moest je vroeger een medische test voor dit soort dingen hebben. Met name als jij dan. Uh, ja, boven een bepaalde toegestaande mm, mm, hoeveelheid. Mm. Volgens mij hebben ze inmiddels gewoon gezegd. Maar misschien uh, heb jij gelijk dat je nog ik steeds Ik denk niet dat ja, volgens mij kan je toch niet zomaar aan de nee. vaatverwijderende Lucht? Nee, nee, met maar... Nee, maar, pufjes nee, maar dat is het andere. Grijpen. Jij kan niet naar een apotheek stappen en zeggen ik wil een uh, Salbutamol sal 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 of noem maar op. Dus je hebt altijd in, uh, een dokter nodig. Ah. die jou dat voorschrijft. Gelukkig. Ik dacht maar heel ik even ik ga dat hij in een uh, mijn, uh, een duister gangetje open lag. terug. Ik denk inderdaad dat je nog wel een medische attest nodig zult hebben. In ieder geval. Ja. Maar nogmaals, in, en deze uh, onderzoekers zeggen ook: uh, als jij in nou, mogelijk vuile lucht gaat sporten, dan heb jij daarvoor echt geen uh, puffje nodig. Dus nee. uh, bij deze, uh, beste luisteraar, niet doen. Uh, niet doen. Nee. Wat zij wel aanraden, en dat vind ik best opvallend, is uh, uit voorzorg. Nou, er is bijvoorbeeld met ozon, er zitten. Je, het stukje misschien hebben we het nog niet over gehad kun je wennen aan vuile stof zoals aan hitte mm -hmm. acclimatiseren ja en er zijn inderdaad wat studies gedaan bijvoorbeeld sec met ozon en daar bleek inderdaad dat dat als jij een paar dagen in lucht of nou ja in een laboratoriumsituatie Ozon krijgt uh, toegediend. Mm -hmm. En dan uh, dat je op een gegeven moment daar minder uh, gevoelig voor wordt. Dat je jouw okay. lichaam zegt, nou, oh, ik kan hier prima mee omgaan. Ja. Ja. Ze zeggen wel, na een week schijnt dat dan weer. Uh, dus het is niet zoals met warmte, dat je daar wekenlang van kan profiteren. Toch, uh, nou zeggen zij, als jij bijvoorbeeld met ozon... Dat wordt gezien als een uh, oxidatieve stress. Daar hebben we het vorige week wel over gehad. Een beetje uh, richting de je aflevering met, ja. uh, met onze special guest. Um, waar, waar hij duidelijk was van, nou, ik zou dat allemaal niet slikken. Die, die antioxidanten. Nou, in dit geval uh, geven deze onderzoekers aan. Het is te overwegen, nogmaals, topsporters, om extra vitamine C en E... En beta-carotene is een voorloper van uh, vitamine A. Mm -hmm. Om dat te slikken. Ja, en dan puur als antioxidant. Eigenlijk om uh, ja, dan de oxidatieve stress. Dus die vrije radicaalvorming. Om die een beetje weg te vangen in het lichaam. En dat doe je dan een week voorafgaand aan. Oké, okay, dus hier uh, hebben we weer je reis naar een ozonrijk gebied. Leest. Ja, uh, ik denk nog steeds weer Qatar, Tokio, waar het gewoon uh, bloody. Maar hier is. hebben we dan en weer uh, een soort van twee tegengestelde afwegingen. Ja. Die komen we wel vaker tegen in de sport. Waarin je dus enerzijds zegt: vorige week uh, uh, zegt hij niet doen. Want die vrije radicalen zijn eigenlijk ja. de prikkel voor het lichaam om zich aan te gaan passen. Ja, ja. Dus dat is zeker in training wil je dat niet doen. Precies. Aan de andere kant zeg je nu, ja, maar wacht even, als jij moet racen of een wedstrijd ja. hebt in ja. vieze luchtomstandigheden, ja. dan kan het je wel ja. eventueel een beetje helpen. Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik ben me gaan aanwennen dit jaar, rondom mijn belangrijke races, zowel bij de Marathon voor Rotterdam, ja. als bij mijn halve triatlon in Zeewolde. Heb ik uh, een weekje van tevoren zo'n busje Super. Ik zou geen merk noemen, maar ja, uh, extra, sterke, mee, extra sterke, extra sterke multivitamines. Ja. En die pak ik dan gewoon uh, ja. twee, drie dagen even drie keer zo'n bruistablet. Ja. Onder het mom laat ik in ieder geval zorgen dat alle bouwstoffen die mijn lichaam nodig heeft voldoende aanwezig zijn in mijn ja. lichaam. Ja. Uh, <laughs> daar zit dus ook vitamine C en A, ja. en, A en E, allemaal bij. Oh gewoon een hele mikmak, Maar dat doe je bewust alleen voor races dan. Ja, ik ja. pak niet structureel multivitamine. Okay. Ja. Maar in, zowel bij Rotterdam afgelopen jaar als bij Zeewolde heb ik dat gedaan. Dus uh, nou, dan heb je en dat En op de ochtend al? van de race zelf ook. Ja, vezelarm. Uh, ja, nee, ja, ik pas wel wat aan. Maar dan heb ik toen magnesium, eens... hè? hoe zat dat? Ja, het magnesium zijn? doe ik ook. Dat doe je Onder gingen. het mond baten, dan gaat het ja. niet. kreeg wat reacties rondom Zeewolde. Die zagen twee pilletjes liggen. Zeggen, zit jij nou aan de aspirine? Nee, ja. absoluut niet. Twee pilletjes magnesium. Hebben wij een aflevering al gemaakt. Was ja. een beetje niet zo heel duidelijk advies, toch? Er kwamen we uit. Magnesium is belangrijk. Maar de vraag is of je het via pilletjes ja. überhaupt op de goede plekken krijgt. Ja. Maar ik heb maar de conclusie getrokken dat het uh, niet gaat. Ja. Nou ja, zolang ik. Tuurlijk, ik ken jou inmiddels, ik zie jou ook met, met uh, lange sokken uh, <laughs> rondlopen. En <laughs> nou ja, destijds ineens geschoren benen en uh, <laughs> ja, de baard zeker. eraf en noem maar op. Ik bedoel, als er één toch gevoelig is voor uh, een, een placebo-effect, ben jij het wel. denk zeker, ik. Zeker, zeker. Um, en nou goed, je hebt het geld ervoor over. En volgens mij is het niet dat jij uh, s'avonds op jouw nachtkastje dat daar een batterij aan pillen nee. ligt. En, uh, nee, nee, andere... Daar ben ik. Uh, nee, ja. en daar heb ik jou voor in mijn buurt ja. om te waarschuwen. Ja. Maar goed, die, die laatste week gaat er dus wel. Iedere ochtend bij het ontbijt een magnesiumpilletje en ja. in de laatste twee dagen een vitaminebruispletje ja. in. Ja. Nou ja, we weten bij topsporters dat altijd wordt gezegd, die piramide, hè, de basis ja. moet er al ja. goed zijn. Ja. Gewoon de basisvoeding. Genoeg variatie, et cetera. Daarbovenop komt dan die sportspecifieke voedingen, met name koolhydraten eiwitten. En dan het laatste tipje van die piramide: ja, dat zijn eventueel de nog supplementen. wat. Supplementen. Nou ja, dan ja. Nee, maar zo zie ik het ook wel. Ja. Ja. En nogmaals, wedstrijdspecifiek ja. 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 ja, als mensen nu zitten te luisteren met pijn in hun oren: hè? gast, wat doe je? Ja. Nou dan moeten ze maar even reageren. Hebben we het onderwerp luchtvervuiling en alle praktische tips die we daaruit kunnen halen? En jij zei het al: dit is vooral een gewaarwordingsaflevering. Mm -hmm. ja. uh, belangrijk dat we ons wel bewust worden van het feit dat het een rol speelt, ja. dat het je kan belasten, en dat je dus rondom uh, wedstrijden in vieze omgevingen uh, iets kan gaan doen rondom in de ochtendsporten. Eventueel binnen als het echt heel smerig is: mondkapje dragen, beetje vitamine C ja. misschien. Ja, ja, aan de andere kant, ik denk nog steeds uh, de nuance van de luchtkwaliteit in Nederland is echt de afgelopen 20, 30 jaar enorm verbeterd. Uh, ja, dus laat het je niet uh, ja. uh, weerhouden om te gaan. Nee, precies. Dus dat is het belangrijkste advies. Hè? Ja. Uh, we gaan even niet zoomen met Vroemen, want die is nog op vakantie. Dus uh, we gaan je uh, nog een keer uitleggen. Als je bijvoorbeeld nu in seizoen 8. Bent begonnen met luisteren, omdat je tijdens je zomervakantie op zoek was naar een leuke podcast. en je bent bezig met die 148 andere afleveringen terug te luisteren. gaan we nog maar eens uitleggen hoe je ons kan vinden. Wij zijn de Slimmer Podcast op Twitter, Instagram en LinkedIn. maken we iedere vrijdagochtend een nieuwe post. als er een nieuwe aflevering uit is. Dus ga ons vooral volgen. Maar je kan daar ook reageren op de afleveringen. of je kan hartjes en duimpjes uitdelen, zodat meer mensen die aflevering vinden. We zijn ook te vinden op www.slimmerpodcast.nl. Daar kun je uh, van iedere aflevering een eigen pagina vinden en die link kan je doorsturen. Bijvoorbeeld naar jouw topsportvrienden en vriendinnen. Zeg, hé, hey, luister nou, jij voelt je misschien een beetje belachelijk met die mondkapjes... of je vindt mij belachelijk met mijn mondkapjes, maar dit is de reden waarom ik ermee loop. Uh, stuur vooral die link naar ze door of uh, mail ons op uh, post.slimmerpodcast.nl. Als je het nog niet gedaan hebt, we vooral ook even vriend van de show hè? op vriendvandeshow.nl/slash slimme podcast. Tot zover, Jurgen. Ja. Uh, we gaan uh, door. We gaan uh, met uh, extra attentie kijken naar de verschillende websites. En uh, we gaan lekker sporten. Komen wat mooie wedstrijden aan. Renkum? Ja. Keistad? Keistad? Ik uh, ga zwemmen hè, in de grachten van Amsterdam. En jij gaat nog zwemmen voor ALS doen? en de Heuvelrug Triathlon. En uiteindelijk zijn we externe Ameland. Een week daarna Dam tot Damloop. Bij die twee events vind je mij aan de microfoon. Niet als deelnemer. En dan op weg naar 29 oktober... Etten-Leur. Etteleur. Oh, nou, dat is leuk ook wel. om te zien. Een aantal uh, luisteraars. Veel doe luisteraars aardig doen aardig al mee. Door. Als jij ja. denkt, waar gaat dit over? Op 29 oktober doen wij met zoveel mogelijk luisteraars mee aan de Brabant Marathon in Etten-Leur. Waarom nou juist die? Nou, één, dat kwam me handig uit in de planning. Twee, het is een behoorlijk kleine marathon, dus als wij daar met een grote groep zijn, met allemaal onze witte, met blauwe, slimme, presteren sportshirts, als je hem er niet hebt, bestel hem even, dan uh, zijn en we natuurlijk ook kunnen we elkaar goed vinden. We hebben daar in het grote dorpstheater een eigen plekje waar we kunnen verzamelen en onze tassen kunnen neergooien. Dus het is gewoon heel gezellig. En toch kan het best wel op steek vallen dat die, zo klein is die niet. Want ik uh, sprak laatst mijn uh, oudste broer, die ja, ja nog steeds. <laughs> ja. En die zei meteen: Oh, het teleur. Ja, dat is een grote marathon. Nee, en die okay, noemde dan okay. Eindhoven is de grootste. En daarna. Is ook zo. En, en het is ook een hele oude marathon. Ja. Het is een hele lange traditie. Het bestaat al heel lang. Dus nee, ik wil helemaal niks afdoen aan de Brabant marathon. <laughs> het is alleen vergeleken bij een ah, Rotterdam okay. en Amsterdam en Eindhoven. Ja. Een stuk veel kleiner deelnemersveld. Ik geloof dat er iets van 3000 mensen meedoen in het hele weekend. Ook op de 10 en de halve en de hele. En als ik het goed zag deden vorig jaar 250 mensen mee aan de hele. Oh, okay. Dat ja. doe ik. Veel ja. meer mensen deden mee aan de halve. Dat doe dat jij. Doe ja. En uh, als jij nou uh, alsnog besluit... Ah, 29 oktober, dan haal ik nog wel. Schrijf je vooral even in. En stuur een mailtje naar post.slimmerpodcast.nl... om even te laten weten dat jij erbij bent. Dan voegen we je toe aan de Voorpret en Foto's WhatsApp groep. En dan uh, weten we zo elkaar te vinden. Hoe gaat het met training? Gaat... Ja... Ja, ik, ik, ik mag niet naar buiten, want de luchtkwaliteit is te matig. Nee, hey, dus gaat jij gaat bent op de, de loopband binnen maak je, aan het trainen. Maak je geen zorgen. Hou jij maar me met jezelf bezig, Gerrit. Dat uh, is goed. Uh, nou, ik ga nog een stukje lopen, denk ik. Ja, en fietsen okay. Goed. Tot hey, uh, tot volgende week. Yo, hoi. Aan het eind van iedere aflevering van de Slimmer Presteren Podcast delen we nog een extra tip om slimmer te presteren op je werk. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap, inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week gevonden? Nou, er gaat een studie over uh, bewegen. Dat doe je ook op je werk, hè? Als Zeker. kan tussendoor. Sommigen gaan jou sporten voor het werk, in de avond. Maar juist is een studie laat zien als jij overdag beweegt, ja. dat dat. Nog extra voordelen geeft ten opzichte van alleen in de ochtend of juist in de avond sporten. Meer gezondheidswinst daardoor dat je net even iets langer leeft. Dus het heeft een extra meerwaarde om juist in de middag in beweging te komen. Dus we hebben al veel tips op het werk gehad over sprintjes trekken op de trap, ja. printerpapier tellen. En nu zeggen we eigenlijk: hey, je moet eigenlijk met je kantoor, met je collega's gaan afstemmen dat er tijdens de dag een moment bestaat dat we allemaal even onze trainingspak aantrekken, even een sportsessie doen. Dat is. Dan worden we allemaal ouder en gezonder. Ja, en dat willen we toch? Ik zou er meteen voor tekenen. Oké. Okay.